Je hebt een speldje op, zie ik. Ik heb een schip op. Ja, soms is het een duikboot en soms stijgt hij de lucht in, maar hij hoort echt zo recht te zitten. En is dat ook de SS Rotterdam? Ja, het is de Rotterdam. Ja, het woordje SS overigens gebruiken wij vanaf vandaag niet meer. Oké. We hebben met z'n allen besloten dat het de Rotterdam wordt. Oké. Uiteindelijk, het is natuurlijk het stoomschip Rotterdam, maar uit allerlei marketingoverwegingen is besloten dat we in de spreektaal voortaan de Rotterdam gaan gebruiken als, als naam van het schip. De Rotterdam. De Rotterdam. En we zitten nou in de Rotterdam. We zitten in de smoking lounge van de Rotterdam. En dat slaat tegenwoordig meer op je kleding die je hier zou kunnen dragen. Als het feit waarbij je vroeger mocht roken hier uiteraard. Want dat mag aan boord van het schip. Op een paar gangways en een paar nieuwe rookruimtes na natuurlijk niet meer. Maar de smoking lounge is de voormalige rookruimte van het schip. En ja, we zitten hier vandaag aan boord van het schip omdat we bekendgemaakt hebben dat we op 15 februari 2010, een week of 6, 7 verder vanaf vandaag, het schip in zijn totaliteit openen. En On Board The Shore is vanaf morgen in charge voor het organiseren van partijen. En ik verwacht dat we voor eind januari nog zo'n 10.000 gasten al gaan verwelkomen voor feestelijke partijen, congressen. Ander soort evenement. En ook rondleidingen, open huisdagen, noem maar op allemaal. Ik denk dat iedereen de reacties hè. Ja, dat geldt voor mij zeker. Ik had ooit gedacht dat ik een jaartje vanuit Hilversum heen en weer zou gaan rijden om dit schip te openen. En dan weer naar de volgende klus zou wippen, want dat is toch een beetje mijn toekomst wat mijn gevoel betreft. Inmiddels rijden we twee er heen en weer, waarvan een deel heen en weer in Willemshaven bij de verbouwing van het schip. Ja, en heb ik toch het cruisevirus zonder ooit gevaren te hebben opgelopen. En ja, is dit toch wel een beetje mijn scheepje geworden, mijn sloep geworden. En hoe lang denk je hier nog betrokken bij te zijn? Ja, dat weet ik nog niet. Er zijn allerlei ontwikkelingen binnen de jaarbeurs die wellicht in de toekomst weer nieuwe uitdagingen geven. Maar ik hoop toch wel het komend jaar, het hele jaar, nog wel eens hier deze uitdaging aan te gaan. Om hier een van de meest spraakmakende locaties van Nederland van te gaan maken. Want dat wordt het absoluut. Ah, hij was al spraakmakend. Ja, maar spraakmakend in theorie of de praktijk. We vinden dat we excellence en party catering als hoofddoel hebben gesteld bij On Board & Shore. Als voormalig party caterer van het jaar vind ik ook wel weer dat we dat hier moeten gaan waarmaken. Dus de exclusiviteit die ik voor ogen heb, de luxe die we voor ogen hebben, maar ook het soort van service, dat moet wel hier gaan gebeuren. En daar wil ik wel mijn stempel op drukken. Dat is goed. Mooi.